In het lied dat we vandaag eh, samen gaan beluisteren, en ik hoop ook dat je weer ook mee zult zingen, dat het een mooi moment zal worden voor jou en mij. Komt een zin een aantal keren voor. Dat is dank u voor het kruis. Het probleem hè, van dat kruis is dat wij van het kruis zijn gaan houden. Het kruis is in onze samenleving, eh, ja, heeft eigenlijk een, een, een goede reuk. Niet voor niets hebben we bijvoorbeeld de hulp voor mensen die thuis verzorgd moeten worden. Dan ga je naar het groene kruis. En als er oorlog is, dan is daar het rode kruis. Je hebt het zilveren kruis. Dus dat kruis is vaak in Nederland, zeker in de Nederlandse taal, een ja, geeft een gevoel van hulp en helemaal niet van ja, wat het eigenlijk oorspronkelijk was. Want oorspronkelijk was eigenlijk dat kruis alleen maar een galg. Het was de meest ellendige dood waartoe je veroordeeld kon worden. En als je dat dan onthoudt, niet wij die dat liedje zingen vandaag, maar als bijvoorbeeld hier dan Paulus zegt, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van de Heer Jezus Christus. Dus ik vind één ding alleen maar belangrijk om daarover te spreken en daarvan te getuigen, dat is van het kruis van de Heer Jezus. Van die gallig, van die verschrikkelijke dood. Hoe kun je dat? En doe je het ook soms misschien niet te goedkoop? Nou, dat laatste denk ik wel. Als je echt vandaag met mij mee wil zingen, dank u voor het kruis, dan mag dat, hè? Voor de vergeving, voor zijn offer dat hij gebracht heeft. Maar tegelijkertijd, denk na wat je zingt. En besef wat het hem heeft gekost. Het kruis.